En ik vond ook dat hij door het ijs zakte. Zojuist gekeken naar Vitesse PSV. Uiteindelijk eindigt het voor PSV in een 3-1 overwinning. Als we beginnen met de eerste helft, want ik vond dat een collectief falen van PSV. Hoe zag jij dat? Nou, ze begonnen eigenlijk wel goed, vond ik. Ze hadden controle. Creëerden ook wat mogelijkheden. Niet hele grote kansen, wel wat mogelijkheden. Maar ze verloren gaandeweg die controle. Dat was toch wel verrassend. En onnodig. En ook niet passend bij dit PSV. En eigenlijk deed iedereen daar wel in mee bij PSV. En dan zie je dat een aantal dingen niet goed gaan. En één daarvan was dat ze niet zo goed raad wisten, vond ik, met de lopende Van Ginkel. Die sloot dan bij. En ik heb nog even ook aan Bos gevraagd in de persconferentie of hij dat met me eens was. Of de lopende mensen, dat ze daar geen vat op kregen. Hoe hij dat zag. En hij zag het anders. Ik zie het dan misschien wat te simpel, maar dat vond ik helemaal niet. Zo moeilijk hoeft dat natuurlijk ook niet te zijn. Wanneer ga je die mensen pas zien? Op het moment dat wij onnodig balverlies leiden en zij een counter in leiden. Moesten we bang voor hun snelheid zijn? Nee, want de snelste man hoeft die idee niet mee. Maar ja, goed, als je dan ziet hoe wij bij vlagen verdedigen, maar met name gewoon niet goed op het veld stonden, dan heeft het met name daarmee te maken. Dat lag gewoon echt aan onszelf, vond ik. En dat kan natuurlijk. Hè? Hij vindt dan, als ze daar geen vat op hebben, dan doen ze de fase eerder al niet goed. Nou, dat bleek ook bij het tegendoelpunt. Dan zie je dat een speler van PSV doorstapt, waardoor het op het middenveld 2-2 wordt. En dan zie je dat Veerman oog heeft voor de bal en niet meer voor de tegenstander die uit zijn rug wegloopt. Dan is het een simpel 1-2'tje en de bal gaat naar rechts. Dat was een hele mooie, goede aanval van Vitesse. De bal gaat naar rechts, die wordt nog een keer ingespeeld en uiteindelijk mag Marco van Ginkel zijn oude ploeg pijn doen met een goal. Ja, dat deed hij al een paar keer, dat hij bijschoof. Dus ja, dat deed PSV niet goed en dat deed ze ook geen goed. Want het werd daarna alleen maar slechter. En wat Bos zei, daar was ik het wel mee eens. Als ik heel eerlijk ben, was ik blij dat we met 1-0 de rust in gingen en niet met 2-0. En er wordt nog vlak voor de rust een bal van de lijn gehaald. Hij was blij dat hij met 1-0 achterstand ging rusten. Want ja, die 45e minuut kregen ze twee hele grote kansen. Hè? Dan had het gewoon 2-0 en eigenlijk de volgende keer 3-0 kunnen zijn. En dat het dat niet wordt. Ja, dan heeft hij natuurlijk de rust benut om de boel te repareren. Alsof we één iemand eruit pikken, we hadden over André Romagno. Ja, die zakte toch volledig door het ijs? Nou ja, tuurlijk. Hij speelde niet goed. Dat gaf Bos ook aan. En ik vond ook dat hij door het ijs zakte. En ik vond dat Bos hem goed beschermde. En dat moet een trainer soms ook doen. Maar soms moet je ook aangeven dat het gewoon niet goed was. Jawel, zeker wel. Nee, maar die jongen heeft het gewoon niet goed gedaan. Dat is gewoon waar. Maar ik zeg, niet als enige. Dus we kunnen hem eruit pikken en zeggen dat hij het slecht gedaan heeft. En daardoor lijkt het alsof hij, maar dat is niet terecht. En bij Romagno is het gewoon niet de eerste keer. Hij is echt niet zo slecht aan het seizoen begonnen. En Bos die roemde hem ook. Hij vindt hem een intelligente speler. Vindt hem een echte verdediger. Een stoere kerel. Eentje die organiseert. Eentje die coacht. Ik schat hem gewoon heel hoog. Het is voor mij een echte verdediger. Het is een vent. Een kerel. Die zijn kopduels wint. Die coacht. Die goed staat. En die vandaag een hele slechte dag had. Nou, en hadden we voorgestaan, dan had je kans gehad dat ik hem misschien niet gewisseld had. Want dat doe je meestal niet, je centraal. Maar nu stonden we achter. En ik vond dat we een man extra moesten creëren in het middenveld. En dan zet ik daar een middenvelder neer, Jerry, die dat bij Bologna ook al eens gespeeld heeft. En die dan het middenveld inschuift. Maar er zitten wel altijd 1-2 momentjes in een wedstrijd, soms 3, dat je denkt van, hé, billenknijpen wordt dit. En die krijgt hij er niet uit. En dat maakt hem dan een niet voortdurend betrouwbare centrale verdediger. En het is niet voor niks natuurlijk dat PSV daar in die laatste linie op zoek is naar versterking. Want als PSV zo hoog wil spelen en het een keer niet goed uitvoert wat Peter Bos wil, dus onnauwkeurig aan de bal of het in het druk zetten niet goed, ja, dan ligt het soms voor hem helemaal open voor Romagno. En dan kan hij het niet altijd meer belopen. En dan heeft hij wel het inzicht om misschien nog in het duel te komen en iets te repareren, maar gaat dat niet goed, ja, dan wordt het ook wel heel moeilijk. En dit was zijn slechtste wedstrijd van dit seizoen. Dat was duidelijk. Hij wisselt hem ook niet voor niks. Hè. Maar zei hij, ik had nog 8 kunnen wisselen en ik wisselde er ook meer. En nog 8 of 9. Zeker. Op VPRO heeft Pieter Zwart nog een verhaal over de verdediging en dat nog kwetsbaar is. Dus voor mensen die nog meer willen weten over de verdediging van PSV en wat kwetsbaar is, ga vooral het verhaal van Pieter Zwart lezen. Uiteindelijk gaat hij eruit, komt jij die Schouten erin centraal. En dat was voor hem ook maar de tweede keer. Dat zag er ook niet altijd goed uit. Ik denk dat ik het 2 keer heb gedaan in mijn hele leven. Dus het was niet heel gewoon, maar als de trainer me daar nodig heeft, dan doe ik dat. Uiteindelijk bleek het een gamechanger. Wat Bos beoogde, dat zag je ook wel terug. Hij moest gewoon grip op het middenveld krijgen. En die had hij niet de eerste helft.
die was hij gaandeweg de eerste helft kwijtgeraakt. Als we met lange ballen gaan werken en dat soort dingen, dat is niet ons voetbal. Wij moeten bewegen zonder bal, snel die bal spelen, niet lopen met de bal als het niet nodig is. En als we dat doen, dan kunnen wij het iedere tegenstander heel lastig maken. En dat deden we niet. Nou, hoe krijg je nou meer grip op het middenveld? Door daar een extra speler te creëren. En dat deed hij. Dus dan kiest hij dus met een aanvallende denkwijze voor een controlerende middenvelder die centraal in de verdediging neerzet. En ja, uiteindelijk dribbelt hij geregeld het middenveld in om daar een overtal te creëren. En dat deed hij hartstikke goed. We zijn natuurlijk ook wat anders gaan spelen. Hè? We zijn met Jerry Schouten centraal gaan spelen, zodat hij in balbezit het middenveld in kon komen. Dan heb je daar een man meer. Nou, we hebben gezien vandaag dat hij een speler is die echt naar dezelfde kleur speelt. Als je de goal ziet, dan zie je ook dat het begint bij Jerry Schouten. Jerry Schouten speelt Luc de Jong in. Luc de Jong met een hakbal en Saibari maakt hem. Dus dat wilde hij graag. Maar ja, hij is geen verdediger. Dat hebben we ook kunnen zien. En dat, ja, daar wil de Bos dan eigenlijk niet zozeer over praten. Maar dat zal hij wel terugzien in de wedstrijd ook. Ja, op het moment dat hij echt moet verdedigen. Omdat er niet goed genoeg druk gezet wordt. Of er komt toch een hoge bal eroverheen. Ja, dat waren twee hachelijke momenten. En Schouten gaf zelf ook wel aan dat niet zijn kwaliteit was. Ja, het moeilijkste vond ik vooral die op het moment dat ik echt in die laatste lijn stond. Want dat ben ik gewoon niet gewend. Ja. Die hoge ballen inderdaad. Ja, nee, dat is wel iets. Als ik het vaker zou moeten spelen, dan zullen we dat nog wel even trainen. Maar ja, je ziet wel dat deze jongen aan de bal goed is. En dat had PSV wel nodig om die tweede helft om te draaien. En dan heb je het over veerkracht. Dat heeft PSV. Maar hij speelde daar wel een belangrijke rol in. Als ik dat mag zeggen, ik vind dat hij het echt geweldig gedaan heeft. Op een positie die niet de zijne is. Met meterspelers die hij inderdaad twee trainingen kent. Waarbij ik me dan afvraag, ken je alle namen al? Als ik dan zie hoe hij met name in balbezit ook heel rustig is. Ja, dat is wel fijn. Door die twee hachelijke momenten lag de goal helemaal open. Had Vitesse dus ook bij een 1-1 stand 2-1 kunnen maken. En misschien ook wel de 3-1. Dat moeten we niet vergeten, want dat waren wel belangrijke momenten. Was het daarom niet logischer om dan deze dan toch wat meer naar links, naar centraal te schuiven. En dan Schouten gewoon naar voren. Hij wilde juist voor meer voetbal kiezen. En dat is een gedurfde aanpak. Had ook mis kunnen gaan. Maar het pakte goed uit. En uiteindelijk heeft de winnende coach altijd gelijk. Hè? Ik vond dat we geen andere optie hadden. En op het moment dat je iemand het middenveld in laat dribbelen, dan gaat het erom dat de bal niet verspeeld wordt. Want je hebt een man meer. En als je een man meer hebt, dan moet je dat uit kunnen spelen. Op ons niveau mag je de bal niet inleveren. Doe je dat wel, dan moet je ook op ons niveau 1-1 kunnen verdedigen. Zeker wanneer we weer gelijk druk zetten en die man die bal krijgt niet te veel tijd geeft. Zodat hij de bal die geeft vaak alleen maar kan wegschieten. Nou, dat hebben we, vond ik, aan het begin van de tweede helft wel goed gedaan. Daar stonden we een stuk beter. Toen we er uiteindelijk voorkwamen, toen zag je eventjes een moment van wat gaan we nu doen? Ja, en ik hou ervan om niet de 2-1 voorsprong te verdedigen. Ik hou ervan om de 3-1 van te maken. Ja, ik had het niet verwacht als ik eerlijk ben, maar het is niet dat ik vandaag wakker werd en dat ik dacht, ik ga in de rust even invallen als centrale verdediger. Maar ja, toen niet zei, wat ik zag, het is niet dat ik het nooit eerder heb gedaan, dus het was niet zo verschrikkelijk spannend. Ja, het is alleen net iets anders, maar ik vul het gewoon in zoals ik kan. Het werd uiteindelijk inderdaad 1-1. Hans Kraaij hoorde ik zeggen, ondeugend hakje van Luc de Jong. Ja, dat was een goede inspeelpaas van Jerry Schouten. Die kwaliteit heeft hij. En dat gaan we nog veel vaker zien. Ja, ik had gelijk een heel goed gevoel bij de club PSV. Ook toen ik in de stad ben gaan kijken. Het gemoedelijke. Ik denk dat het heel erg bij mij past. Dus vandaar dat ik dacht dat PSV en ik gewoon heel goed met elkaar klikken. Deze jongen, dat ga je zien de komende weken. Dat hij heel makkelijk bij een tegenstander wegdraait. Is niet in de war als er druk op hem wordt gezet. Ja, en dan heeft hij ook nog het vermogen om de bal naar de juiste kleur te spelen. En dat is altijd belangrijk. Ja, dat deed hij bij die goal ook. Het was een geweldige hakbal van Luc de Jong. Die weer belangrijk was. Ook met de strafschop. Je moet hem eerst maar maken. Maar het begon bij Jerry Schouten. En dat begint met de ingreep van de coach uiteindelijk. Als je je dan toch weet op te richten. En die wedstrijd gelijk in de hand neemt. En ik zag de tweede helft. Een ploeg die het veld op kwam, die heel gedecideerd was. Die gelijk het aanpakte. Goed voetbal speelde. Logische dingen deed. Dat zag er, vond ik, veel beter uit. En dan Saibari kwam inderdaad in. Wordt er niet tijd voor een basisplaats? Want hij viel toch weer uitstekend. Ja, hij had een basisplaats. Sturmgraats uit. Had hij een basisplaats. En toen vond ik hem juist weer niet zo heel erg goed spelen. Maar hij viel weer heel goed in. En dus elke keer als hij invalt, dan hij brengt energie. Hij dribbelt. Hij zorgt voor gevaar en dreiging. Hij zorgt ervoor dat de tegenstander moet kiezen.
uitstappen op hem of toch bij je man blijven staan. Ja, dat is lekker als je die van de bank kan halen en erin spelen. En ik vond zijn uitleg van Bos ook goed over Babadi, want hij koos nu weer voor Babadi. Die ik overigens helemaal niet zo slecht vond spelen, de eerste helft, maar die werd wel gewisseld. Isaac is een jongen die net begint, die 3 geweldige wedstrijden gespeeld had. Voor een 18-jarige die eigenlijk gewoon vanuit de jeugd komt. Ja, dan wil ik hem niet iedere wedstrijd voor de leeuwen gooien. Ik heb Isaac in bescherming genomen. En die heb ik dan die wedstrijd in Sturmgratz even rust gegeven. En heb ik hem nu weer laten spelen. Hij krijgt heel veel vertrouwen van de trainer. Maar hij is pas 18 jaar, hij zit er net bij. Hij speelde in het begin alles. Ja, dan krijgt hij even een terechtwijzing en dan moet hij op de bank zitten. En nu speelt hij weer in de basis. Ik denk dat deze jongen daar, werd ook weer gewisseld, dat hij daar niet over in moet zitten. En dat hij moet genieten gewoon van alles wat hem nu overkomt. Want deze jongen kan fantastisch goed voetballen. Dat hebben we allemaal al kunnen zien. Dat zijn de redenen waardoor ik hier heel graag heen wilde. Europees voetbal. Spelen voor de titel. En ook gewoon, ik vind het gewoon echt een prachtige club. Dus ik denk dat wel het belangrijkste is. En Vertesse dan nog, die Lang moest gaan vervangen. En dat deed hij eigenlijk aardig. Maar jij zei ook, hij is niet helemaal verfijnd. Hè? Hij is wel snel, maar... Hij speelde niet zo'n gelukkige eerste helft. Maar dan zie je toch dat hij met zijn snelheid heel veel kan creëren. En dat hij een flits heeft. Ja, waar toch elke verdediging toch bang van wordt. Want ja, als je hem er langs tikt en hij is weg, ja, dan is hij ook echt weg. Hij had er nog één kunnen maken, maar hij was betrokken. Hij maakte een goal, een Noah Lang goal, hè, buitenom en flitsend hard in de kruising. Hij veroorzaakt de strafschop uiteindelijk, waaruit Luc de Jong scoort. Dus hij kan terugkijken op een hele goede wedstrijd. Dan kort even nog over transfers. Dest, ja. Hoe ver is dat? Het was Lang 50-50. PSV wil hem graag. Dat gaat achter in de defensie nog wel wat gebeuren, denk ik. En Dest is een speler die eigenlijk net als Patrick van Aanholt er continu ook overheen kan komen. Dus ook weer een aanvallende speler. Dat is natuurlijk een goede speler voor PSV. En hij heeft de keuze uit 4 clubs. Nice is daarbij. Er zit een hele grote club uit Portugal zit erbij. En een club uit de Premier League. Dus hij kan ook kiezen voor de competitie, de Premier League. Dus de jongen heeft een moeilijke keuze te maken. Maar ik begreep dat... Waar het eerst 50-50 was, dat hij toch wel veel gevoel heeft ook bij het verhaal en het project van PSV met Peter Bos. Als je dan weer de laatste 10 minuten zit, ja, dan is het weer zo slordig. Dat ik snap dat vermoeidheid een rol speelt, dat snap ik. Maar af en toe snap ik niet dat je een bal over 5 of 10 meter zomaar in de voet van de tegenstander speelt. En dat betekent dat je er weer achteraan moet. Maar goed, we hebben gewonnen. En dat is wel het allerbelangrijkste. Dinsdag in Glasgow tegen Rangers. Dat zal dan toch wel iets meer sfeer zijn op Ibrox, denk ik, dan de Gelderen Dome. Ja, we waren daar vorig jaar en ik ben in de gelukkige omstandigheid als voetbaljournalist dat je in heel veel stadions komt door Europa, Nederland. En daar kun je altijd sfeer proeven, maar wat we vorig jaar hebben meegemaakt op Ibrox, en daar staan ze ook onbekend, ja, dat is fantastisch. Dat is echt geweldig. Daar wil je als journalist bij zijn. Laat staan dat je daar op het veld mag staan. En ik denk wel dat Rangers opnieuw vleugels zal krijgen in het eigen stadion. Hè. Dat hebben ze altijd wel. Dat hebben ze een voordeel. Maar we moeten Rangers niet groter maken dan ze zijn. PSV is beter. PSV heeft meer kwaliteit. PSV is aan stand verplicht om te winnen. Daarom is het ook goed dat ze, voor hun dan, dat ze uiteindelijk de tweede helft goed gerepareerd hebben. Want je moet er niet aan denken dat je met een heel slecht gevoel die kant op gaat. Dat zei Peter Bos ook, dat het gevoel goed was omdat ze hebben gewonnen. En laten we wel wezen... Het is ook niet zo, en ik zei het vorige week al, dat alles in een vloek en een zucht is omgedraaid. Hè? Dus een aanvallende speelwijze vergt gewoon een aanpassing in denkwijze, in uitvoering. Ja, dat gaat niet altijd goed, het gaat met vallen en opstaan. En ondertussen heeft PSV 5 wedstrijden gespeeld en 5 gewonnen. Was het vandaag goed? Nee. Wonnen ze? Ja. Moet het beter? Tegen Rangers, absoluut.